Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je het kapsel van Rihanna kan namaken. Deze is wel iets meer werk en het grootste gedeelte zit hem in het touperen. Wat je eerst doet, je gaat eerst even in het begin een afdeling maken. En dat moet ongeveer een halve cirkel zijn. Zo. Kijk, dit is stap 1. Kijk, dit wordt zo meteen namelijk of een lok, welke kant je hem ook op wil. Of hij kan een kuif gaan worden. Dus die deel je in het begin even af. Ik vind het dan vaak handig om op te rollen met even een schuifspeldje erin. Dit is dan stap 1. Vervolgens moet je al je haar gaan toperen. En dat is gewoon heel veel werk. Want je moet alles toperen. Ik zal even één plukje laten zien. Het is alles tegenkammen. Probeer er wel op te letten dat je niet voor de pluk bezig gaat, want om dan je toupage weg te werken zometeen is ontzettend lastig. Kijk, zie je? Nou, en dan touperen we alles, het hele haar verder. Dus touperen, 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 touperen. En touperen, 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 touperen. En touperen, touperen, touperen. Het beste kan je dit wel in wat vieze haar doen, of tenminste vies haar. Iets waar in ieder geval moes en lak in zit. Probeer het niet op schoongewassen haar, want dan is het veel te zacht, veel te slap. En je moet er echt even goed stevigheid in touperen. Want door die toupage kan je zo meteen ervoor zorgen dat je speldjes blijven zitten. Oké. Okay. Nou, nu heb ik dit allemaal gedaan. En nu ga ik... Nou, als alles getoupeerd is, dan ga je de richting bepalen waarop je je kapsel heen wil hebben. Ik vind zelf altijd deze kant fijn, maar je moet gewoon even kijken wat je zelf het makkelijkste vindt. Ik aai die borstel eroverheen, zodat ik de toupage niet weg kan. En dan ga ik even voor jullie omdraaien. Dan hoop ik dat het lukt, want ik heb natuurlijk geen spiegel nu. Wat je gaat doen... Kijk of ik goed hem. Ja. Je gaat hem iets uit het midden pakken. Je voelt je nekspieren. Dus je gaat net iets uit het midden. Want je rolt hem zo meteen weer terug. En dan komt hij natuurlijk wel weer in het midden uit. Ga je nu al meteen in het midden zitten, dan komt hij zo meteen wel aan de zijkant. Je steekt de spelden erin. Allemaal van onder naar boven. En je laat ze iedere keer. Een tikje overlappen. Nu de achterkant. Dan zorg je ervoor dat je kruin ook netjes dichtgekamd is. Want je wil de toupage niet zien. De toupage geldt puur als stevigheid voor je schuifspeldjes. De bovenste steek je er andersom in. Dus van boven naar onder. Zo. En ik vind vaak in de nek gaat hij er redelijk snel uit. Dus ik steek hier nog een speldje bij en die kruis ik er een beetje overheen. Zo. Dan heb ik dit gedaan. Dan gaan we naar de andere kant. Die moet langzaam die richting uit. Zo. Wat je dan doet, je zorgt ervoor dat het glad aanvoelt. Dan heb je eigenlijk je staart hier vast. En dan geef je hem eigenlijk... Ga je hem een draai geven.
En dit is echt wel wat lastiger. Dus het kost gewoon even tijd voordat je dit onder de knie hebt. En ik prop mijn haar er even in, want dan ben ik daar meteen vanaf. En dat is wat ik net zei. Daarom is het handiger als je iets korter haar hebt. Dat is wat makkelijker. Nu de speldjes. Die steek ik met de ribbels in de rol. Zo. En dan geef ik hem een slag naar binnen toe. Ja, dus ik steek hem eerst in de rol en dan naar binnen toe. En wat ik net zei, ik hoop dat hij een beetje strak is, want ik doe dit natuurlijk helemaal op gevoel. Kijk, en hier voel ik dan nog wat, dat is op zich niet erg, want dan pak je gewoon een speldje erbij. En steek je hem mee. Kijk, en hier kan jij nog voor kiezen om een speldje op deze manier bij te steken. Dan weet je zeker dat hij beter blijft zitten. Ik moet zeggen, dit is ook wel een makkelijker kapsel om hem bij iemand anders voor te doen. Omdat je bij jezelf kan je toch niet goed zien wat je doet op deze manier. En zo, dan hebben we dat. Dan kan deze lok los. En ik zie het daar. Kijk, en dit is wel handig, want ik zag nu dat het bovenop nog niet mooi zat. Dan pak je gewoon een speldje. En dan steek je het erbij. En ik vind het vaak wel fijn, ik weet niet of je dat zo kan zien, om hier iets meer dat haar uit te trekken. Dus ik maak er iets meer expres een beetje een rommeltje van. Dan is die ook meteen dicht, dan kijk je niet in die rol. Met dit haar kan je eigenlijk zelf kiezen wat je wil. Ik heb gezien bij Rihanna dat ze het op een gegeven moment zo had, met een middenscheiding. En één keer heeft ze het helemaal naar opzij gehad. Ik vind het ook wel heel erg gaaf. Dan wordt hij weer wat moderner. Om gewoon een beetje een kuif te maken. En dat zie je ook wel heel vaak bij Paris Hilton en zo. Die maken dan die kuif erbij. Trek je gewoon hier en daar plukken los. Zoals jullie zien heb ik mijn lok iets naar achter gedaan. En ik heb ook wat plukjes los laten hangen. Dat voorkomt dat het heel erg gala-achtig wordt. Want... Dat wil je eigenlijk niet, zoals Rihanna hem ook heeft. Ze heeft hem op verschillende manieren. Ik heb wat fotootjes hierin geplaatst, zodat jullie dat kunnen zien. Ze heeft de lok ook in de middenscheiding gehad, aan de zijkant. En ik heb er nu voor gekozen om iets wat in een kuif weg te steken. En ik zal jullie even laten zien hoe het er dan uitziet. Zie je, zoals jullie zien, heb je dan gewoon een heel modern kapsel. Door hem op deze manier af te stylen heb je dus een heel modern kapsel. Terwijl het eigenlijk de ouderwetse Grace Kelly rol is. Nou, succes in ieder geval en tot snel. Doeg!